Frank, ik heb je een tijdje niet gesproken. Veel gebeurd, veel wedstrijden gespeeld, zoals bekend. Hoe staat de ploeg ervoor? Ben je tevreden op dit moment? Ja, we zijn de ontwikkeling was beter en beter in de laatste weken. Daarom ben ik tevreden. We zijn nog niet op 100%, kan je nog niet zijn. Je hebt toch de echte wedstrijden nodig. Vooral de eerste 5 wedstrijden in de Eredivisie. Daarna kun je zeggen, oké, okay, we zijn op dit weg of deze weg. Maar op dit moment, oké. Okay. Ja. Het gevoel is natuurlijk een beetje gedraaid nu met de uitslagen onderhand tegen RKC. Goede wedstrijd, de Graafschap ook. Maar ik kan me in het laatste interview van ons herinneren dat je zei, de selectie is intact gebleven grotendeels. Ik denk dat we daardoor een voorsprong hebben ten opzichte van de afgelopen seizoenen. Is je dat toch een beetje tegengevallen op het begin van de voorbereiding? Nou ja, dat was theorie voor de voorbereiding. In de voorbereiding zelf heb je duidelijk gezien dat we nog echt een stap terug gaan moeten. Waarom? 5 weken vakantie, op vakantie, hebben sommige spelers iets vergeten. Daarom zijn we heel snel teruggegaan. Vooral in de verdediging hebben we duidelijke ontwikkelingsmogelijkheden gezien. En daarom hebben we heel lang ook aan deze ontwikkelingspunten gewerkt. Op dit moment, ja, gaat beter. En aanvallend zijn we in de laatste 2 weken bezig. Daarom spelen we ook hoog, druk zetten, damit we heel snel de bal krijgen. Ja, we proberen in de voorbereiding alle mogelijkheden die we hebben. En daarom is de uitslag niet zo belangrijk, maar uiteindelijk wil je ook winnen. Ja, toch wel, hè? Want vaak zegt de trainer, dat maakt niet uit in de voorbereiding, maar dat is wel toch zo. Je weet toch, die trainers zeggen na een nederlaag, ja, de uitslag is niet zo belangrijk. Maar dat is gewoon niet waar. Dat is niet waar. Natuurlijk zeggen wij, bijvoorbeeld Volendam. Dan zeggen de mensen, wat is dat? Dan is dat niet Herakles. Nee, het was ook niet Herakles, maar laagstaan, wachten, counteren. We hebben duidelijk gezien welke problemen de spelers hebben. Nu kunnen we met deze problemen werken. Ja. En als we in de wedstrijdfase met zulke situaties geconfronteerd worden, ja, dan hebben die jongens toch een idee. We hebben toch daaraan met deze dingen ook getraind. Ja. Daarom gebruiken we wedstrijden in de voorbereiding niet alleen voor de uitslag. Ja. Je hebt weer ontzettend veel oefenwedstrijden gespeeld. Misschien makkelijk hoor, achteraf, maar al vrij snel in die voorbereiding met al die wedstrijden raakte aardig wat jongens geblesseerd. Waardoor je spelers op bepaalde posities neer moet zetten wat misschien niet helemaal hun eigen posities was. Heb jij, wat ik zeg, met de kennis van nu misschien wel te veel wedstrijden gespeeld? Nee. Nee? Nee. Hoorde dit erbij? Heb je dit ingecalculeerd? Nee, alles is goed, alles is goed. Je moet kijken, we hebben natuurlijk niet tegen amateuren gespeeld, alleen 1 HSC. En de rest hebben we tegen ploegen gespeeld die op ons niveau zijn, Eredivisie-niveau. Maar Rödinghausen heeft de match van het jaar gemaakt, dat hebben ze zelf gezegd. Tegenstander was op hoogste niveau. En dan zijn de uitslagen 2-1, 1-1, 2-2. Behalve Emmen, ja, daar waren we in de fase waar we heel moe. Maar Emmen was fantastisch. Zo 4-1 is te hoog, maar is oké. Okay. De ervaring van heel veel wedstrijden is toch duidelijk. De jongens kunnen niet verstoppen in de wedstrijd. Ze moeten zich laten zien. Ze moeten ook in de laatste 10 minuten nog alles geven. Und dann adaptiert sich das Lichaam an die Belastung. Ja. Und das haben wir, darum gehe ich graag in Wettstreit mit den Jungs. Und natürlich muss ich die Balance finden zwischen Wettstreit und Training. Die Spieler selbst sagen normal, der beste Training ist der Wettstreit. Aber wir haben nicht so viele Blessuren. Marco Rente gegen Volendam 2 keer oder 1 keer samen met de tegenstander, dat kun je ook in de training gebeuren. Dat is dan ongelukkig. Plaswig was in de training misschien, weten we niet, was plotseling daar. Ubella, sorry, tweede wedstrijd, iemand is op zijn knie gevallen. Ja, dan is kruisband kapot, kan gebeuren, sorry. Maar blessuren met de spieren,
ja, ein bisschen hier, ein bisschen da, aber das ist normal in der Vorbereitung. Ich habe altijd over 20 Spieler gehabt. Darum haben wir nicht so große Probleme gehabt. Und ich denke auch, der Kunstgras ist ein Vorteil. Sie haben altijd denselben Grund, um zu spielen. Also ich sehe das nicht so negativ. Oké, okay, duidelijk. Dat zorgde er soms wel voor dat spelers dus op posities kwamen te spelen wat niet helemaal hun eigen was. Heb jij bij bepaalde spelers het gevoel gehad van nou, daar ben ik positief van verrast. Onder andere Lucas Schoof is centraal achterin gespeeld. Roat Adja inmiddels af en toe centraal achterin. Lucas Schoof probeert, moest ik een compliment. Hij begrijpt het. Hij wil het niet, maar hij begrijpt het. Dat is normaal. Maar de concurrentie in het middenveld is ook groot. Kio ist zurück mit seiner mentalen Instellung. Er hat ein bisschen Probleme gehabt am Anfang. Normal, er hat Anboden gehabt von anderen Clubs. Da denke ich nach als Spieler. Nur ist okay, er bleibt hier. Und Ibrahimoglu, Kompliment. Der Junge hat eine gute Vorbereitung gespielt. Und ich habe ja gefragt, welche Spieler. Und muss ich sagen, ja, Zombie Spieler, ja. Vor allem auch Ibrahimoglu. Junge Spieler, die heel snel in de voorbereiding hat laten zien dat hij goed genoeg is voor de Eredivisie. Maar de Eredivisie komt pas. En dan moet hij het bewijzen. Dan zagen we vandaag op de training ook een nieuw gezicht. Sven Sonnenberg. Wat kan hij toevoegen aan deze selectie? Heeft hij iets wat er nog niet was? Het eerste wat in mij opspringt is fysiek, lengte. Ja, dat hebben we net zo in de verdediging. Een voetballer. De grootste uitdaging is ja voor een Nederlands club, vind in het buitenland spelers die betaalbaar zijn. Dat is de eerste. En die ook nog voetballen kunnen, dan in Nederland moet je voetballen. Ja. En dan nog een verdediger te vinden die ook voetballen kan. Dat is echt voor Heracles en voor iedereen natuurlijk ook. Niet voor Ajax, maar meer voor de ploegen die in de middenmoot en laag staan in de Eredivisie. Ist auch eine Frage von Geld. Es ist echt ein Problem, eine Uitdaging zu finden. Wir haben lang gesucht. Wir kennen ihn. Und dann haben wir eine Chance gesehen. Rostock hat noch zwei zentrale Verteidiger geholt. So ist er dann auf die Position 5 und 6 gekommen. Und dann haben wir gesagt, nun können wir mal fragen. Und ja, alles gut. Ja. Und dann, natürlich muss auch hey, Zeit kriegen. Er hat gute Vorwarten. 22, 2 Jahre in der derde League Erfahrung versammelt. Ja, und dann mal kijken, hoe snel hij in de ploeg komt. Op dit moment, ja, erste Training. Alles gut, erste Training. Ja. Tot slot, Frank. Jij zei in het eerste interview van de voorbereiding: ik verwacht dat de laatste 2-3 wedstrijden ongeveer het raamwerk, zoals dan zo mooi heet, van de opstelling tegen PSV staat. Heb jij voor jezelf al in je hoofd welke namen er waarschijnlijk op papier staan tegen PSV? En misschien ook wie de aanvoerdersband draagt? Je begint voor de voorbereiding over de selectie na te denken. En dan heb je ook een voorstelling van een ploeg. Dat is normaal. Je haalt niet spelers en zegt, ja, kom maar, kom maar kijken. Dan heb je ook een voorstelling, welke positie. En vooral in Heracles hebben we zo ABC-spelers, zeg maar. De A-spelers moeten dan echt van het begin spelen kunnen. En de B-speler krijgen tijd. Maar ze moeten dan de A-speler raad A-Spieler geworden. Und so haben wir das abgebaut. Und so, ja, sommige Spieler kommen als C-Spieler, sind heel schnell B und folgen sie so ein A-Spieler. Geht heel schnell. Und sommige Spieler bleiben altijd B-Spieler. Dann muss man auch sagen, danke wel, gerade nicht Werder mit Heracles, mal ein anderes Glück mit Rien. Und so bauen wir die Selektion ab. Und dann natürlich habe ich altijd Fragen zwischen diesen und diesen Spieler. Kann sein. Kann nicht sein, abwarten, wo ist die Prestation hier in der Vorbereitung. Aber im Prinzip habe ich ja natürlich einen Bluch in der Hof. Ich habe allzeit so 14, 15 Spieler, die ich sage, die sind der Kern von der Bluch. Und dann bin ich natürlich auch positiv verpasst, als ich jemanden sehe von Nummer 18, 19, 20, kommt mit denen und sagt, hey, hier bin ich. Und ich sage, puh, in den letzten 3, 4 Wettstreiten habe ich ja auch deutlich sehen können, in welche Richtung die Trainer sind. Ich allein. Natürlich, die letzte Beslissung habe ich. Natürlich, ich bin verantwortlich. Aber ich habe ja Diskussionen mit Spielern und mit Trainern oft natürlich. Und darum denke ich, wir sind einig, dass wir auf dem Moment so 12, 13 Spieler haben. Und dann ist es auch cool vor der Wettstreit. Ja.
En dat kleine stukje in mijn vraag nog, de man met de band, heb je dat al in je hoofd? Dat is deze week het thema. Okay. Spelerraad en aanvoerder, ja, deze week. Interessant, we wachten af. Ja, we hebben natuurlijk onze voorstelling en de ploeg heeft ook de voorstelling. En daarom hebben we een discussie tussen trainerstaf en speler. Weil ich uiteindelijk ook dat beslissen will. Maar we vragen altijd auch de spelers. Und dann sehen wir ja die Tendenz, was sie sagen. Und dann ist laatste afgelopen seizoen war natürlich simpel. De spelers zeggen Prepper und die Trainer haben Prepper gesagt. Ne? Dann war es ja simpel. Interessant ist es dann, als wir verschillende Meinungen haben. Aber ab dem Moment sehe ich auch zwei, drei Spelers, der Bluch sagt dann auch. Das ist unser Antwort.